Welkom bij een nieuwe aflevering van Sranang Tori. In deze aflevering praten we met de DNA-lid Kishan Ramsukol. De vier wetten die te maken hebben met de financiële voorzieningen van de rechterlijke macht, de rechters, de uitvoerende macht, de regering, en de wetgevende macht, de Nationale Assemblee, zijn op dinsdag 12 november met 28 stemmen voor en 12 tegen aangenomen. Van de oppositie stemde de BEP voor, terwijl de NPS zich onthield van stemmen en NDP tegenstemde. Leon Sopoel, welkom in het programma. Dankjewel. Wat was de belangrijkste reden dat de VHP-fractie voor deze wetten heeft gestemd? Er zijn een aantal redenen geweest. Ten eerste waar iedereen het eens mee dat er synchronisatie moet komen van de drie machten in het land. En in het kader van die synchronisatie hebben we besloten om alle voorzieningen van de regering, van de rechterlijke macht en van DNA bij wet vast te stellen. Van DNA was al bij wet en eigenlijk de frontwet vereist dat ook, dat het bij wet geregeld wordt. Van rechterlijke macht en van de regering waren bij staatsbesluit geregeld. Dus alvast de eerste voordeel was, het gaat bij wet geregeld worden. De software, doordat het binnenwet gegooid is nu, vier verschillende wetten, dan is het ook duidelijker wie wat kreeg en wat de voorzieningen zijn en alles erop en eraan. Dus er zijn geen andere regels die nu zullen gelden, maar dat die vier wetten zullen bepalend zijn. Dat is één van de redenen. Daarnaast zijn er verschillende zaken opgenomen. Vooral bij DNA-leden en ministers. Bij DNA-leden was het zo dat de pensioenleeftijd van DNA-leden 55 jaar was. Die werd geregeld, 55 jaar, over DNA-leden, gewezen DNA-leden en pensioenaankomen. We hebben dat teruggebracht naar 60 jaar. Een hele poos geleden was het ook zo dat als je twee termijnen achter elkaar DNA, of twee termijnen DNA-lid was, dat je na je tweede termijn meteen je pensioen ontvangt. We hebben dus daarin wijziging gebracht. Dat is een van de grote voordelen ook. Waarom moet de normale burger van Suriname op 60 jaar met pensioen gaan, maar een gewezen DNA-lid op 75 jaar? Dus dat hebben we al pas opgenomen. We hebben ook erin opgenomen dat DNA-leden, wanneer ze actief zijn in DNA, dus gekozen zijn voor 5 jaren, dat ze gedurende hun lidmaatschap als DNA geen nieuwe functies mogen hebben bij de overheid of bij instellingen van de overheid of parastatale bedrijven. Er mag geen gekozen zijn. Dit in kader van een stukje conflict of interest die ontstaat als je ook je moet controle uitoefenen op de regering, maar je werkt zelf bij de regering. Dat zal niet kloppen. Dus vandaar dat we dat ook hebben opgepakt. Dat is een van de punten waarachter ik een hele poos sta. Het eerste wat ik heb gedaan toen ik DNA-lid was, was mijn ambtenaren salaris stopzetten. Ik vind als DNA-lid dat je dat niet in aanmerking moet komen. Maar ook het volk heeft dat gevraagd. En middels deze wetten hebben wij dat bewerkt zelf. Dus volgend parlement geen nieuwe functies meer. Een ander punt is, gewezen DNA-leden mochten opteren voor een beleidsadviseurfunctie bij de overheid. Ook dat hebben we eruit gehaald. Als je klaar bent als DNA, moet je terug gaan naar het werk waar je in dienst was. Als je bij de overheid was, moet je terug gaan in de functie waar je was. Als je bij een bedrijf was, particulier bedrijf, dan ga je rustig terug bij je bedrijf. Maar de overheid moet niet verplicht worden om je in dienst te nemen als beleidsadviseur. Dus dat hebben we weggehaald. In ruil daarvoor zeggen we gaan je 6 maanden je basisbeschuldiging door blijven geven. En daarna mag je zoeken een ander, mag je weer 6 maanden om een ander werk te zoeken. Hetzelfde bij de ministers, precies hetzelfde. Alleen een minister, wanneer ze minister af waren, mochten ze een directeur worden bij de overheid. En er zijn zoveel gewezen ministers geweest. Alleen in de periode 2010 tot 2020, 2 termijnen, zijn er meer dan 60 ministers geweest. Allemaal kregen directeursalaris. Dus je moet nagaan hoe je geld er daar weggaat. Aan mensen die nooit werken. Ze werken niet, hè? Ze krijgen alleen maar dat geld van directeur.
Dat hebben we weggewerkt. Dus dat is alvast ook een heel groot voordeel van de wet. Ander punt is, gewezen DNA-leden, het moment je DNA af was, je bent geen DNA-lid meer, werd jij, je gezin en alle minderjarige en studerende kinderen gratis verzekerd bij SFF, medische verzekering, en alle kosten werden bekostigd. Ook dat hebben we weggehaald. Als je bij een bedrijf werkt en je werd ontslag, gaat het bedrijf niet door blijven betalen voor je medische verzekering, toch? Zo hebben we dat hebben we ook toegepast. Kinderen tot 27 jaar oud, als ze studerende zijn, konden verzekerd blijven. En de staat moest daarvoor betalen. Dat is geen gezonde situatie, ook dat hebben we weggehaald. Een ander ding wat we ook hebben weggehaald is, en dit is echt iets, we horen het vaker, ministers die weg zijn, kopen hun auto. Weet je, hele dure auto's, $60,000-$70,000, worden voor $20,000 SRD gekocht. Dat is in het verleden gebeurd. Verschillende regeringen is dat gebeurd. Ja, we hebben het stopgezet. Met deze wet kan niet meer. Dus dit zijn een beetje in het algemeen de voordelen, zou ik zeggen, die deze wetten met zich meenemen. En wat 100% een besparing zal opnemen voor ons land. Alleen als we kijken naar die voertuigen. Al de 5 jaar moesten er zoveel nieuwe voertuigen aangeschaft worden. In de miljoenen dollar. Alleen als we daar naar kijken, praten we over een besparing. Dus dat zijn de meeste punten. Nog een punt, dan wil ik dat ook in deze zetten. Er zijn echt veel. Dus. Maar wat we fout zien, als u nu daar binnen loopt, er is nu een openbare vergadering gaande, dan zult u een heleboel lege stoelen zien. Leden die gewoon niet aanwezig zijn. Ze komen niet, ze tekenen niet. Maar worden ze niet gestraft als ze niet aanwezig zijn? In de frontwet staat als je 5 maanden lang niet aanwezig bent, word je automatisch weggehaald als DNA. Maar hoe staat het dan met de salariering? Krijgen ze dat normaal? Ze krijgen dat gewoon normaal. En als ze in die 5 maanden 1 keer tekenen, zijn ze aanwezig geweest. Ook al gaan ze weer weg. Dus wij hebben erin opgenomen, je moet in een maand, binnen een maand, 50% van de vergaderingen minimaal hebben bijgevoegd. Dan krijg je beschuldiging aan de eind van de maand. Als je dat niet hebt, krijg je niks. Is er wel een controle? Wordt er controle uitgevoerd op die present met en zo'n presentielijst? Ja, het moet gecontroleerd worden. En met die nieuwe wet zal die controle nu strenger gedaan worden. Toch? We moeten nu gaan kijken. Natuurlijk, als je geldige reden hebt, je bent ziek of er is iets gebeurd, dan mag je afwezig zijn. Dat is ook opgenomen. Maar gewoon wegblijven, gewoon zonder melding, zonder iets, dat mag niet. Dus minimaal 50% dan krijg je salaris. Dat is in de moment. Hoe reageert u op de beschuldigingen van de NDP-fractieleider over de wetten die ze hebben aangenomen? Want hij zegt dat het dus de salariering, verhoging is van de salariering van DNA-leden. Hoe reageert u hierop? Ja, zijn argument, eigenlijk is zijn argument dat wie de kruis heeft zien van zichzelf, is niet valide in Jezus. Aan de hand van deze wet ontvang ik geen enkele verhoging. Die wet gaat in voor het volgende parlement. En de eerste wat ik heb genoemd is synchronisatie van de verschillende machten. Waarbij het vroeger zo was, of het is nu zo, nu op dit moment. De rechterlijke macht krijgt daar, de president krijgt daar boven, de DNA leden krijgen echt. Met eens een vierde deel of zo van de president. Daar. En DNA-leden zijn de vertegenwoordigers van het volk. En zij kregen juist een minderwaardige behandeling, om het zo te noemen, als het gaat om salaris. Dus wij hebben dat gezegd, laten we het optreffen. Dat is die centralisatie. Maar natuurlijk gaan we niet brengen naar hetzelfde niveau als de rest. We hebben het afgeleid van de president. De voorzitter van DNA krijgt 85% van de president. En een lid krijgt 60% van de voorzitter. Dus het is ongeveer, ik denk dat het de helft is van de president. Ik moet dat toch uitrekenen. Maar, dus, verhoging, het is, ik zou het woordje synchronisatie. Je krijgt een betere positie, maar in ruil daarvoor moet je aanwezig zijn, anders krijg je niks. Yeah. In ruil daarvoor mag je geen nieuwe functie hebben. In ruil daarvoor word je niet je lieve lang persoonlijk. Dus ik zie. Ik denk dat het een beetje hypocriet is om dat achter te typen zo. En
Als je tegen bent over dat van DNA, dat dat een verhoeving is, waarom stem je tegen dat van de ministers? Want die fractieleider is ook niet van de personen die een voertuig willen kopen voor nog geen $2000. Ik denk voor een voertuig van mij dat $60,000. Misschien is het daarom dat hij tegen is, dat hij dat soort praktijken wil bevorderen. Waarom zijn we tegen dat van de president, welke nu wettelijk vast is? Waarom zijn we tegen dat van de rechterlijke macht, die al zij verdienen dat er, voor hun is het niet zo verhoogd. Dus ik denk dat het gewoon een show is. En mocht hij weer verbozen worden, moeten we hem praten, ga je dat geld ontvangen of niet? Ja, met deze wet mogen dus parlementariërs vanaf het nieuwe jaar, dus in 2025, dus na de verkiezingen natuurlijk, geen dubbele functies meer hebben. Zal dat de kwaliteit van de nieuwe DNA-leden hun werk verbeteren? Ik weet niet of dat ervoor zal zorgen dat de kwaliteit verbeterd wordt. Maar door die synchronisatie, door die verhoging van hun salarissen, denk ik dat ze ook veel meer op het veld kunnen van doen. Natuurlijk moet dat blijken. Natuurlijk, als een DNA-lid iets wil doen, kan je hem ook niet dwingen om iets te doen. We hebben daar naar gekeken hoor. We hebben gekeken naar hoe kunnen we de prestatie van DNA-leden verbeteren. Of hoe kunnen we het beoordelen. En het is heel moeilijk, want je hebt verschillende taken. Je bent volksvertegenwoordiger. Ben je als DNA-lid verplicht om in het volk te gaan beweven of niet? Hoe kan je dat beoordelen? Dus we hebben voor nu alleen wat gekeken op presentatie. Dus een prestatie. Ik bedoel, aanwezigheidswet. Als je aanwezig bent op basis daarvan. Wat de prestatie betreft, zeggen we op 25 mei 2025, 2030, denk ik, zullen de verkiezingen zijn. En dan moet de burger, het volk van Suriname, moet beoordelen. Heeft deze DNA-lid gepresteerd of niet? Weet je, dan daarvan je stem brengt erin. Dus om dat in de wet op te nemen is moeilijk. Ja, oké. Behalve de wet, behalve het verbod op dubbele functies, wat zijn de andere belangrijke veranderingen binnen de wet? In de wetten? Ja, dat, dus eigenlijk heb ik dat al opgezond, maar medische voorzieningen voor het lid, partner, kinderen. Je weet niet hoeveel kinderen een lid kan hebben, begrijp je? Dat drukt heel veel. We krijgen een heleboel. Elk jaar, want kijk, nu zijn we met de begroting bezig. Elke keer komt er ook een pot erbij van verliezen die naar leden. Of in de miljoenen die betaald moeten worden aan medische kosten. Dus dat is één van de belangrijke punten. Ik heb hele kleine kinderen. Mijn kleinste zoon is 2 jaar oud. Als ik volgend jaar geen DNA-lid ben, gaat het volk 25 jaar lang voor zijn medische voorzieningen betalen. Voor het 5 jaar dat ik DNA-lid ben geweest. Ik denk niet dat dat een eerlijke regel was in onze wetten. Maar ik denk dat we daar echt een hele grote verbetering in hebben gebracht. Maar wat om terug te komen naar van kwaliteit, wat er niet gaat gebeuren, is dat mensen goed moeten nadenken en bewust die keuze moeten maken om voor DNA te kiezen. Eerder was het zo dat, weet je, ze hadden hun baan al, ze kregen al geld. En ze wisten als ik DNA-lid word, kreeg ik mijn geld van beide kanten. Nu weten ze, als ik DNA-lid word, als ik gekozen word, ga ik niet meer ontvangen wat ik ontving. Weet je, ik ga alleen dat krijgen. Dus er zal ook een denkwijze, een hele verandering komen in denkwijze. En laten we hopen dat dat zich gaat vertalen in een positieve zin in kwaliteit zoals u. De pensioenregeling voor rechters en de gewezen parlementariërs is ook aangepast. Ja. Kunt u het uitleggen aan de samenleving? Een rechter wordt voor zijn leven benoemd als rechter. Daarom hebben we daar gezegd, van, weet je, een DNA-lid niet. Een DNA-lid wordt voor 5 jaar gekozen. Dus daarom hebben we daar andere voorzieningen. Ik denk dat bij de rechterlijke macht de pensioenleeftijd 70 jaar is. Maar dat kan je niet doen bij DNA-lid, omdat ze voor 5 jaar gekozen worden. En ik denk dat dat het grootste verschil is, hoor. Tussen de rechterlijke macht en DNA-lid.
Wij komen precies voor 5 jaar en als het volk wil, je mag verder gaan, dan ga je verder. Gaan ze stemmen en dan kom je weer. Maar bij de rechters, als ze één wat willen, ieder worden, worden ze voor een. Zij worden nieuwe rechter. Dus vandaar dat er een verschil is. Ik denk, dat is al zo. Dus daar komt er niet echt een verandering in. Met DNA-leden hebben we het wel naar 60 gebracht. Dat gaf even 50. We konden niet de onderbouwing ervan vinden. Draagt dit mee een eerlijke systeem? Is het eerlijk? Ja, als je mee praat, zeker. Zeker wel. Al die voordelen die ik heb genoemd. En de vraag is ook, waarom doen jullie het nu? 25 maart, volgens onze kiesregeling, 25 maart is de dag van kandidaat stellen. Daarom iedereen bekendmaken, dit zijn onze kandidaten. Je kan die wet niet daarna aanpassen. In het moment je daarna aanpast, heb je al kandidaten die met een bepaalde voorziening in hun, wat ik zo net zei, dat je gaat moeten kiezen. Ga je echt voor DNA, wat je weet dat je die salaris niet kunt krijgen. Maar als je weet dat je het gaat krijgen en je bent DNA, je bent op een lijst gegaan, dan mag je volgens wetsrechtsregels mag je niet meer van aanpassen. Dus als we het nu niet goedkeuren, is het weer 5 jaren lang. Als in 2030 zouden we deze zaak kunnen veranderen. Dus timing en dat soort dingen wordt er genoemd. Ik denk dat nu de beste tijd was om dit te wijzigen. En daarmee denk ik zeker dat dit een beter systeem kan worden. Wat zijn de volgende stappen nu dat de wet is goedgekeurd? En welke nieuwe initiatieven zullen worden genomen om het vertrouwen in de bevolking in de overheid en de overheid te herstellen? Daarmee zijn we echt al lang bezig. Vaak wordt er niet genoegzaam naar buiten gebracht. Maar een heleboel wetten die we in de afgelopen tijd hebben, het misschien heeft het niet direct betrekking op het volk. Bijvoorbeeld om te noemen de money laundering, de wet op anti-money laundering en zo. In de dagelijks leven heb je dat, weet je, je werkt niet dan. Maar als we die wetten bijvoorbeeld niet in place hadden gebracht, bestond de kans dat Suriname geblacklist zou worden. Dat wil zeggen, je kan geen buitenlandse overmatingen. Laten we zeggen, we konden niks importeren. En u weet wat er dan zou gebeuren. De supermarkten zouden leeg laten. Noem maar op. Ander ding wat we hebben gedaan is, week lang vorige week was, hebben we, hoe je die wet aan werkt. In elk geval wanneer de staat inkopen doet. Wanneer de staat inkopen doet en zo, dan wordt dat proces nu transparant gemaakt, aanbestedingswet. Dat is, het volk gaat kunnen volgen welke projecten voert de ministerie uit. Wie zijn de mensen die ingeschreven hebben? Wie zijn de mensen die het werk hebben? Heel transparant. Die wet is al goedgekeurd. We gaan de anticorruptiewet veranderen. Een heleboel wijzigingen aanbrengen om het te versterken. Een heel belangrijke wet die we voor 1 december al gaan goedkeuren is de wet Spaar- en Stabilisatiefonds. Die is in ieder geval proberen voor te starten met de behandelingen. In het kader van oil en gas moeten we dit echt in place hebben. Nog voordat we die inkomsten hebben. Zodat we als land een beetje verzekerd zijn dat we niet dat geld gaan bossen. Dan heb ik het zo. Ook de staatsschuld, wet op staatsschuld hebben we goedgekeurd, helemaal aangepast. Vroeger werd de centrale bank als ATM-machine verbruikt door de overheid. Ze gingen elke keer geld eruit halen. Dat kan niet meer. Staatsschuld, niet zomaar schulden nemen. Dat alles hebben we aangepast en verregeld. Dus er zijn er een heleboel in place gebracht. En we zijn nog bezig met hervormingen. Een belastingssysteem wordt gemoderniseerd. Komt de belastingautoriteit. Al die wetten zijn al hier in de behandeling. En hopelijk kunnen we ze op hoogte goedkeuren. De NDP-fractieleider heeft aangegeven dat er geen financiële onderbouwing voor de wetten werd gepresenteerd. Hoe reageert u hierop? Kijk, de wetten zijn initiatiefwet op de DNA geweest. Wij vinden dat wanneer het gaat om voorzieningen van DNA-leden, dat de regering dat moet voor ons bijvoorbeeld vaak. Wij moeten dat zelf doen. Maar om te get ook. Als vertegenwoordigers van het volk bepalen wij wat
de president moet verdienen wat de ministers moeten verdienen en de voorzitter en de rechterlijke macht met hun naam. Dus het is een initiatiefwet van DNA. En daarmee zijn de initiatiefnemers die verhouden om een hele presentatie te doen, financieel. Nou, we hebben dat. Ik heb dat in de eerste ronde gedaan. Geprobeerd te presenteren wat het gaat kosten aan maar. En is er sprake van een verhoging. Daarna is het weer aangepast naar beneden. Dus er zijn presentaties geweest. En met een beetje rekenwerk kan je dat zelf berekenen. Belangrijk is, kijk, ik noemde die voordelen op, hè, dat van de auto's bijvoorbeeld. Alleen dat, in de miljoenen dollars bespaar je dat, doordat de staat niet om de 5 jaar zoveel auto's moet doen. Ik zie dat gewezen, zelfs de gewezen First Lady van Suriname, die bussen genomen van de overheid, verkocht voor hele kleine bedragen. Mag niet, dat kan niet. En die bus kost geen klein beetje geld. Dus, en als je elke keer dat moet kopen, dan zit je ver boven wat je nu betaalt aan die en. Dus dat is het. En ook als je steeds gewezen die en aan medische voorziening daartoe. Alles hoopt op. Want er komen steeds, elke 5 jaar kan je zeggen, misschien niet alle 51 zijn nieuw, maar misschien de helft daarvan is nieuw. Dus de helft die weg is gezaaid, 26 leden, die kregen met hun gezin medische voorziening. En om de 5 jaar kreeg je dat erbij. Ministers, om de 5 jaar 17 ministers. Directeur salaris en allerlei medische voorziening. Het hoopt allemaal op. Het wordt steeds meer. Om de 5 jaar wordt het meer en meer en meer. Dus daarin is er verandering. En ik denk, je hoeft helemaal geen financiële presentatie te krijgen om in te zien dat dit een enorme besparing is. Dat was het voor wat betreft deze aflevering van Sranang Tori. Bedankt voor het willen kijken. Heeft u een onderwerp dat u wilt belichten, kunt u gerust een WhatsApp bericht sturen op het nummer 8485816. En vergeet niet onze socials te volgen. Sranang Tori, snel, scherp, altijd bij de tijd.